Eigenlijk 1867 is men begonnen met de aanleg en in 1868 is de eerste overledene hier begraven. En dat was heel toevallig, was dat een laan van de fabrikantenfamilie. En die had van tevoren een bedrag van 5000 gulden geschonken om de aanleg mede te kunnen financieren. Nou, hier kom je de naam Bloemendaal dus tegen. Bloemendalenlaan die hadden in eerste instantie oliemolens en later een oliefabriek op het Zandijkerweggetje. Nou, er zijn hier in totaal 16 zerken, dus minimaal 2 liggen er begraven, dus dan praat je over 32 personen. Maar op een gegeven moment is dat gestopt en zijn de families dus richting Aardehout en dergelijke plaatsen zijn ze verhuisd en ook niet meer hier begraven. Zelden.